me when I'm Hey, hey. Hey, hele goedemorgen. Welkom terug bij een nieuwe dagelijkse vlog. Woe, dat was een snelle turnaround. Zo, voor vandaag eigenlijk speciaal niet echt, ja, plannen eigenlijk. Moet alleen even zorgen dat ik vanmiddag of vanochtend nog even wegga. Ontbijtje halen. Waar de hel heb ik er dan weer over? Avondeten halen, want ik heb verder geen avondeten, helemaal niks. Dus dat is een puntje die ik sowieso nog even moet doen. Even kijken wat ik vanavond wil eten, aangezien ik om 3:30 wegga. Dus niet mee kan eten met avondeten. Probeer ook voor die tijd de vlog klaar te hebben. Dus we zullen zien of dat lukt, ja of nee. Maar dat moet goed komen, denk ik. Ja, als eerste, ik moet nog even wat dingetjes doen beneden. Ik heb net een timelapse gemaakt buiten van de zon, maar ik zet mijn camera op en de zon gaat weg. En af en toe kwam de zon even door. Dus ik denk niet dat dat een super goeie was. Jammer genoeg. Maar ik zal wel zien wat ik ermee kan. Ik hoop iets leuks. Ik weet het niet. Eerst even dit aflossen. En dan ja, dat is het opstartgeluidje van mijn computer. Dat is het thema die ik eroverheen heb. Een hub thema. Ja, zo heet die thema. Hub. Het is groen, dus ja. Vandaar. We gaan nog even naar beneden dingetjes doen. En dan dit nog even aflossen. En dan ga ik naar beneden dingetjes doen. Dat zei ik zo net ook al. Weet je wat? Jullie zien het wel. Let op wat de honden gaan doen. Als ik de stofzuiger pak. Ze zitten nou nog lekker. Ze liggen nou nog lekker. Behalve die. Die loopt mij aan te staren. Net alsof ik gek ben. Ze worden knettergek. Ik weet niet, maar volgens mij hebben ze zo'n hekel aan dat ding. Echt niet normaal. Nou willen ze naar buiten. Waarom deed ik dat eigenlijk? Geen idee. Dipshit. Oh, you gonna get it. Yeah! Alles klaar. Nou, even kijken hoe de hondjes het doen. Hopen dat ze weer naar binnen willen. Eigenlijk niet, want het is enorm mooi weer buiten. 1. Naar die andere nog. 2. Lekker genieten van de zon, waarom niet? Doorlopen, ik wil naar boven, er moet de achterdeur op slot zijn. Hij geeft 11 graden aan, het voelt gewoon veel warmer dan dat het eigenlijk is. Heerlijk. Nou, lopen. Good boy. Ik stoot meteen tegen de tafel. Zo. Nou, dit nog even op de computer zetten. Alvast een begin maken met het editen. Maar dat scheelt vanmiddag allemaal weer. En het is hier ook zo warm. Oh. I'm sitting. Zo, terug even wat eten halen, maar eerst even deels gaan editen. Dan ben ik daar in ieder geval al vanavond. Dan scheelt dat aan het einde van de middag allemaal weer. Oké, ten allereerste, ik wil dat doek even weg hebben. Dat was het doek die ik vroeger, toen ik mijn YouTube begon, altijd gebruikte bij de gameplays achter mij. Aangezien ik in bijna een jaar geen gameplay meer heb gemaakt, en alleen maar vlog, denk ik toch wel eens een keer dat het tijd is om hem weg te halen. Dus ik denk dat ik dat nu even ga doen. Dat is mijn plan voor eerst even. Wat? Hij hangt er alleen maar. Hij is er. Nou, weghalen er een. Oh, 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 love me when I'm.
Zo slecht ben ik nog niet in het opvouwen. Opgeruimd staat netjes. Alle pincetjes, punaises die erin zaten, omhoog te houden. Overal gaatjes. I don't care. En de touwtjes waarmee die opgerold staat. Zo, dat is klaar. Dan moet ik alleen nog even kijken waar ik hem op kan bergen. Dat is mijn grote. Dus ik moet even schoenen aan en dan even wat eten halen. Anders heb ik geen eten zometeen. Zo, schoenen even aantrekken, spullen even op de kop. En dan. Ik ga met het kleine kabeltje even weg. Even kijken of die nog rolt. En dan. Poging 1, kijken wat ik wil eten. Dat is het grootste probleem, denk ik. Portemonnee zou ook wel handig zijn, maar waar de hel heb ik dat ding verstopt? Oh, daar is het. Ik heb hem al. En verder nog iets mee. Tasje, misschien ook wel handig. Ja, die pak ik zo wel even. Schoenen aan en dan gaan. Punt 1. Harde wind. Punt 2. Uitzoeken wat voor eten ik wil. Ik heb geen idee. Ik zal wel zien. Hier de stoep op. Oh jee. Ongelooflijk. Wat een ongelooflijk dikke wind. Gadver. Vreselijk. Echt waar. Weet je wat het probleem is? Je kan moeilijk en makkelijk kiezen. Ik ga voor makkelijk poffertjes. Ik ga niet al te moeilijk doen. Ik ben toch goddamme niet gek. Op naar huis. En dan geen idee wat dan. Dat zullen we dan nog wel zien. Ik denk eerst even wat eten. Lijkt me wel zo handig. De zon schijnt nog steeds. Heerlijk. En het wordt alleen maar beter weer. Morgen hebben we alleen maar zon, zegt buienradar. Als je kijkt op satellietbeelden, komt echt alleen maar zo'n... Ik hoor een helikopter. Geen idee waar die is. Er komt echt alleen maar zo'n vlak met bijna geen wolken aan. Dus dat is hartstikke mooi. En nou weer zorgen. Op naar huis. Oh, I need someone to love me. Oh, I need someone to love me. Oh, I need someone to love me. Oh, I need someone to love. Oeh, gaan we weer slecht weg, Dirk. Vreselijk. Lopen. Ik zeg vanaf hier lopen. Klote klinkerpad. Ik zei het toch, dat daar lijkt alsof er vuur is. Nou is dat alweer zo. Ik ga even achter thuis even kijken over de schutting heen wat dat kan zijn. Want ik ben al wel aardig benieuwd wat dat is. Wat er steeds gebeurt. Doggies. Doggies. Oh, het weer is nog steeds heerlijk. Niet normaal lekker. Alleen jammer dat de wind zo erg is. Dat is een nadeel. Nou, even kijken over de schutting wat het kan zijn. Hé, het hele huis in beeld. Nou, oh mooi. Het zit inderdaad een schuurtje volgens mij. Even kijken. Ik heb geen... Wow. Hij was nog ingezoomd. Dom ik. Ik heb geen idee wat het kan zijn. Ik heb echt... Mijn haar zit alle kanten op behalve de goeie. I don't give a shit. Hey doggy. Ik heb geen idee... Hey wow. Lens flare. Zag je dat? Even kijken. Waar zit je maar? Kom. Give me some flare. You see that? See that bij mijn hoofd? Dat is een boing, boing. Dat is lens flare, dat voorkomt die kappen heel veel. En die circulaire filter. Zo, ik heb geen idee wat het kan zijn. Waarschijnlijk iets van een vuurpit of zo, dat ze hout ergens van over hebben of zo. Dat denk ik. Oké, na een hele dag een beetje op mijn kamer te hebben gezeten, eigenlijk niet. Nog wat buiten ben geweest, nog even een boodschapje gedaan te hebben. Nog even kijken wat dat was voor vuur en rook. Geen enkel idee wat het is. Nog niet. Het zal wel goed zijn, het is achter het schuurtje. Dus ik denk iemand die oud hout verbrandt of zo. Of weet ik veel wat. Maar het lijkt inderdaad, vanaf hier lijkt het net... De camera pakt het zo slecht. Dat is het jammer. Lijkt net... Ja, ik kijk wel beneden, want ik heb de doek naar beneden. Anders schijnt de zon volop naar binnen en dan is die niet vol te houden. Het lijkt net alsof er wat in de fik staat. Echt net alsof er wat in de fik staat. Dat soort rook komt er vanaf. Zo apart. Dat maakt niet uit. Dat zal vast zeker wel goed komen dan. Ik denk dat ik de vlog hier stop. Het is nu 2:30. Half drie, oh my god. Ik moet een kleine beetje, laatste beetje nog even inzetten, erwten. Daar moet ik heel snel mee opschieten. En dan nog even snel wat eten, de poffertjes. Gaat gelukkig super snel, kan super snel, kan een kwartiertje gedaan zijn. En dan om 3:30 weg, richting werk. Ik heb er zin in.
Dus ik hoop jullie in principe morgen weer te zien. Ik hoop dat je de vlog leuk vond. Laat het weten met een duimpje omhoog. Dus hoop ik jullie in principe morgen weer te zien. Jongens, tot morgen. Aloha. Wee!